Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo. Gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Het was helemaal niet spannend gelukkig, hè? Ja, voor het publiek mooi denk ik, maar wij willen het anders zien. Maar ja, het heeft zover moeten komen, maar uiteindelijk winnen wij met 1. Dus dat is een goed iets. Ja. Wat maakt, want waar jullie niet tevreden over zullen zijn, denk ik, is 89 punten tegen na 4 kwart. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het ligt aan, wij moeten iets meer disrupten, iets meer oncomfortabel maken. Je ziet Van de Elsen 35, Kovacs 24. Weet je, als je die jongens iets oncomfortabeler maakt, dan zou je hun uit een spel moeten kunnen krijgen. Maar ja, ook credits naar hun, ze maken mooie schoten. En ja, die laatste bal voor overtime, ik bedoel, hij kan erin gaan, hij kan er niet in gaan. Maar ja. Wij gaan er vandoor met de winst. Ja. Ik had zelf het idee dat jullie in het begin wel echt, en eigenlijk de hele eerste helft wel overdonderd waren door hun fysieke en agressieve manier van verdedigen. Wat ze complimenten naar hun toe echt goed deden, vond ik. Mm-hmm. Dat vond ik toch wel vreemd, omdat jullie de wedstrijd daar nog niet zo heel lang geleden op dezelfde manier in de luren werden gelegd. Ja, nee, klopt. Ja, ze speelden agressief. Aan de andere kant leidt dat natuurlijk ook voor heel veel fouten van hun. Wij kwamen volgens mij 36 keer op de lijn. Ja, sowieso. Die wilden echt heel veel vrijworpen. Ja, Noah had 10 punten in het eerste kwart uit vrijworpen volgens mij. Ja. 10 uit 10. Ja, dus ja, ik bedoel, spelen agressief, maar wij buiten het ook wel uit. Ja. Complimenten naar jou. Je pakte nog even mooie momenten met een paar mooie ballen. Eerste helft, tweede helft ook nog even. Dus dat was mooi. Ja, nee, maar je drukte wel, met name in de eerste helft vond ik aardig je stempel op het spel. Zowel aanvallend als verdedigend. Mm-hmm. Ja, nee, ja, het is gewoon, ik denk dat het te maken heeft met overtuiging. Gewoon overtuiging. En ik bedoel, het gaat niet om mijn techniek of wat. Het gaat gewoon in je hoofd en dat heb ik op orde. En dan vliegen ze er ook in. Maar voel je dat inderdaad aan het begin van zo'n wedstrijd? Van dit is mijn dag vandaag. Of nou, misschien vandaag, nou, ik weet niet helemaal. Heb je dat? Ik probeer wel te visualiseren of het goed gaat, maar ook dus dingen die goed gaan, dat ik een bal erin gooi, maar ook als het niet goed gaat, hoe ik het dan goed kan laten gaan, zeg maar. Dus ik denk er heel bewust over na over hoe zo'n wedstrijd gaat verlopen, maar en je hoopt natuurlijk dat je gewoon een goede pot neerzet. Ja, ja, ja. Deze was voor jullie als ploeg natuurlijk wel heel belangrijk, hè, dat je hem wint vandaag, want het staat allemaal wel verrekte dicht bij elkaar. Dus, ja, nee, ja. Klopt. Ja, zeker de potjes tegen de jongens die de Elite Gold nog kunnen halen, want die punten nemen we mee natuurlijk. Dus ik weet niet of Den Helder dat nog kan halen, maar het zijn wel goede potjes en ja, belangrijk, zeer belangrijk. Hoe ging dat net in de kleedkamer? Ik kan me voorstellen dat jullie toch even wel heel blij waren met elkaar. We waren heel blij, maar ook heel realistisch dat het nog dat het beter moet. Dus inderdaad, wat jullie zeggen, 98 punten is veel te veel na overtime. Dus ja, realistisch, maar wel blij. Misschien meer opgelucht dan blij? Nee, ik denk dat we het zelf in de hand hebben en dat wij ervoor moeten zorgen dat we hem over de streep trekken. Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo.